Gods kinderen reizen dus maar niet zo'n beetje op de Bonnefoy. Maar ze zijn op weg naar een hemels, een beter vaderland. Gemeente, bij al dat reizen dat wij doen in ons leven, is u wel eens opgevallen dat wij mensen graag wel eens een keer een beetje ver weg willen gaan? Voor sommige mensen geldt hoe verder hoe beter. En ze zeggen ook hoe verder hoe mooier. Al moet je dat natuurlijk nog maar afwachten. Hè? Want ja, als het geen plezierige reis wordt met de vakantie, ja, dan is het al met al nog niet zoveel waard. Ik herinner me, is al een jaar of 30 geleden zijn gebeurd dat ik ergens spreekte, op een zondag. Ik had mijn auto voor de dienst in de buurt van die kerk geparkeerd. En wat zag ik toen ik na die dienst weer naar buiten kwam op weg naar mijn auto om naar huis te gaan? Een echtpaar dat er vlakbij in de buurt woonde, was met de caravan thuis gekomen. En bijzondere, ze hadden hun auto met caravan erachter zo geparkeerd dat ik er onmogelijk ooit mee weg kon. Die auto van me stond klem. Nou, ik naar die mensen toen we netjes vragen of ze even wat ruimte konden maken, kreeg ik daar een hele lawine over me uitgestort met wat minder fraaie woorden. En hoe kwam dat nou? Nou, dat kreeg ik al gauw in de gaten. Dat stel, dat had tijdens de vakantie ruzie gekregen. En daar waren ze nog niet mee klaar toen ze thuis waren. En daarom kreeg ik het voor mijn kiezen. Kijk, in ieder geval zo'n vakantie moeten we wel iets minder geslaagd noemen. Echt niet fijn. Een mens als die op reis gaat, dan zoekt hij toch iets leuks, hè, of iets moois. Hij zoekt rust, hij zoekt ontspanning of nog wat anders. In ieder geval, je hebt een bepaald doel voor ogen. En dat probeer je dan te bereiken. Nou, dat er een bepaald doel voor ogen is, gemeente, daar zie ik vanmorgen ook bij die reiziger die we vanmorgen wat beter gaan volgen.